Hallo allemaal, ik ben Carla en ik ga verder met mijn besprekingen van het eindexamen 2023 Latijn, Ovidius Metamorphose. Dit is het begin van een ander verhaal, namelijk het verhaal van het zielige verhaal van Narcissus en Echo. Even het scanderen. Namque terat qui nos unum qui ficius annum adiderat poteratque puer juvenisque videri. Je hoort meteen een alliteratie, hè? Adiderat poteratque puer juvenisque videri. Twee keer een P, dus een alliteratie. Ik heb meteen mijn werkwoorden gevonden bij het lezen. En dat blijkt dus dat er een enjambement is, want hier heb ik een PV. En poteratque is et poterat, en dat is ook een PV, dus een nieuwe zin. Adquinos, dan moet je annos bijdenken, zal in de aantekeningen bij jullie staan. En unum is een actieve zin, annum ook. En quificius is een nominativus. Puer juvenisque is een nominativus. En dan videri. Quificius is ook een patronymicum. Je kunt dus zeggen de quificieur. En dat is eigenlijk de zoon van Quificus. Hij had toegevoegd een plusquamperfectum, denk eraan, van adderen, toegevoegd. En wat had hij toegevoegd? 1 jaar, unum annum, ad quinos, annos, bij de 3 maal, bij de 5 maal, quinos is 5, bij de 5 jaren, ach, ik kan niet eens meer 5 schrijven. 5 jaren. En dan hebben we nog want, eigenlijk en want. We hebben nog ter, 3 maal. En dat is het. Dat wordt dan samen want de Quificiër, de zoon van Quificus, had bij de, en ik denk dat die 3 maal bij die 5 hoort, bij de 3 maal 5 jaar, oftewel 15 jaar, 1 jaar toegevoegd. 1 jaar toegevoegd. Hij is dus 16. En dan puer juvenis. Puer is een jongetje. Ik doe even jongetje. Het is eigenlijk geen verklein woordje, maar nou ja, jongen dan. Zo kan het misschien ook. Ik doe een jongetje, want er is verschil tussen een puer en een juvenis. En een juvenis is meer een jongeman. Zo, en ik kan die en er natuurlijk tussen zetten, want die horen gewoon bij elkaar. Nou, hij kon en videri in het passief gezien worden, maar gezien worden gebruik je meestal niet voor videri in het passief, maar het woord lijken. Hij kon een jongetje of een jongeman lijken. Hij staat ja, op een scheidslijn, zou je kunnen zeggen. En we hebben nog een en. Dus, en hij kon een jongetje. Het is geen verkleinwoordje hoor. Denk eraan, dat zijn heel veel verkleinwoordjes, maar het is dit niet. En ik doe het alleen nu om duidelijk te maken dat er verschil is tussen, in leeftijd tussen die twee woorden. Hij kon het jongetje en een jongeman lijken. Dit gaat dus allemaal over Narcissus. Multinomativus illum activus juvenes nomativus en multi nomativus puellae kopiëren. Ik behandel dit als één zin. Je zou kunnen zeggen, ja, er is een ellips van kopiëren, maar je kunt het ook gewoon als een opsomming behandelen. Veel jonge mannen. Veel meisjes. Kopiëren. Jullie kennen al die uitgang eren. En dus is het hier kopiëroend. En kopiëroend is eigenlijk kopiëveroend. Dus perfectum van koeperen en dat betekent zij verlangden. Hem. Hij is zo mooi. Veel jonge mannen. En veel, de N smokkel ik erbij, die staat er niet bij, sorry. Veel meisjes verlangden. Wij zeggen verlangen naar, hè? Naar hem.
is en schoonheid. Helaas, vindt u dat zelf ook? Zet, en dan de zaakjes. Dus je weet, dan begint een nieuwe zin. Dus die zet ik even apart, dat is een nieuwe zin. Dan betekent dat dat deze nulli-zin daar doorloopt. En hier is een aparte zin, dus deze fuit is pv. In tenera is een ablativus, door die in. En daar hoort forma bij. En dan een dura superbia. Hij weet dat hij mooi is. En daar word je niet altijd een beter figuur van. Nulli juvenes. Grappiger, dus precies wat eigenlijk eerst multi juvenes en nou nulli juvenes. Multi puellae, nu nullae puellae. Een mooie antithese. Elum. Dus deze zin is precies opgebouwd als de vorige zin. Alleen nu alles met een ander werkwoord natuurlijk. En met een ontkennende woord. Geen mulai, maar multi. Deze set hoort dus, eventjes afvragen, waar hoort die set bij? Die hoort dus bij de zin daaronder. Dus dit is samen één zin. Ik ben het scanderen vergeten. Dat wordt dan multilum juvenes, multai cupiere puellae, set fuit in tenera tam dura superbia forma. Denk aan de elisie, multilum, juvenes, multai. Denk eraan dat ik zei met die verkorte vorm van het perfectum is de ene laatste e lang. Dus multilum juvenes, multai cupiere puellae. Dan wat a's, set fuit in tenera, lang dus, ablativus. Zet fuit in tenera, tam dura superbia forma. Dura en superbia zijn kort, dus het hoort bij forma. Nulli juvenes, geen jonge mannen, geen meisjes. Zij raakten aan, de tigere komt van tangere. Ook weer die perfectum stam, tetig, en dan zo'n inventieve uitgang, is dus weer de verkorte vorm van perfectum derde persoon meervoud. Zij raakten aan, die, en nog een maartje. Maar geen jonge mannen, geen meisjes, raakten hem aan, omdat hij dat niet wilde, is de bedoeling, raakten hem aan. Tussen haakjes, de zin nu tussen haakjes. Dura superbia, een harde trots. Niemand is goed genoeg voor hem, vond hij. Fuit, er was. In tenera forma, in de tere gestalte. Hij is teer omdat hij nog niet echt een mannengestalte heeft, hè? Denk eraan. In de tere gestalte. Zo. Dus dit is de verklaring waarom niemand hem aanraakte. Hij is te trots. Er was, misschien is het mooi om daarmee te beginnen, zo'n trots was er in zijn tere gestalte. Aspicit hunc trepido zag hij tantem. Nee, traspicit hunc trepido, sagitant, tin retia corvos, vocalis nymphae, quae nec reticere loquenti, nec prioripsa loqui dedicit resonabilis echo. Dus aspicit hunc trepido, sagitant, tin, denk aan de ellips van EM, aan de elisie van EM. Aspicit hunc trepido, sagitant, tin retia corvos, vocalis nymphae, quae nec reticere loquenti, denk aan die reticere is weer die kortere vorm van het perfectum. En sorry, hier is wel een reticere, het is een e-stam, dus daarom gewoon. Nec prioripsa loqui dedicit resonabilis echo. Wat moet ik daarmee? Aspicit is een pv. Hier staat geen comma, dus er is waarschijnlijk een jammerment. Denk eraan, leestekens hebben heel veel informatie. Vocalis nympho, je hoort daar dan wel bij, want staat een komma en hier staat een betrekkelijk voor een woord, kwai. Oké, hier komt dus een bijzin. Waarom doet hij dat nou? Dat wil ik niet. Zo dan.
Quai is een relativum dus. En hier staat ook nog geen pv in. Dus er is ook weer een jambement. Dus hij loopt door. En de pv staat hier. Nek-nek, dus het is een opsomming. Nek-nek, denk eraan. Nek-nek wijst erop dat het een opsomming is in die relatieve bijzin. En naast staat wel een komma. Dus ik moet wel even zeggen van... Reasonabilis echo, ben even... dat is de uitleg van wie dat dan eigenlijk is. Dus die neem ik ook gewoon bij deze bijzin. Even kijken, die R is weggevallen. En ik wil die... Soms doet hij dat... Ik heb iets verkeerd ingesteld. Zo. Dus maar twee zinnen. Als bekiet hunk, een actius. Crepidos hoort niet bij de hunk, denk eraan, en ook niet bij de agitantem, want dat zijn al hunk en agitantem zijn enkelvoud. Crepidos kervos zijn actius, meervoud. Inretia is een ablativus. Vocalis nymphe is een nominativus. Quae nominativus. Loquenti dativus. Prior nominativus. Prior ipsa nominativus. Reasonabilis echo nominativus. Een zielig verhaal, deze echo. De vocalis nymphe, de babbelende nymf. Aspiciet, zij ziet. Oh, wat is dan het goede vakje. Zij ziet. En wie ziet ze nou? Deze, hem, kun je ook zeggen. Opjagende, want dat hoorde bij elkaar. En wat jaagt hij op? De bange, angstige herten. Hij is dus gewoon aan het jagen. En hij jaagt ze op in netten. Kom, wil je niet? Oké. Okay. Nou, dat wilde ik. Dus het mooiste als je het een beetje houdt zoals... Nee, dat doe ik toch niet. De babbelende nymf. Ik wilde met de actieve beginnen, maar dat moeten jullie niet doen. Dat moet ik jullie niet aanleren. Dan moet je namelijk zeker weer... Babbelende nymf. Zag, ziet hem terwijl... Angstige herten opjaagt in netten. Er is iets speciaals met deze nymf. Reasonabilis echo is niet een... Ja, je kunt het zien als een bijstelling. Oké. Die, het is een relativum. De weergaande echo. Didikiet. Zij heeft geleerd. Zij leerde. En wat leerde zij? Te zwijgen en te spreken. Die N laat ik even weg, want het is nek-nek. Zij leerde te zwijgen, zij leerde te spreken. Een dativus, een sprekende. En dan de rest, nog en een bijstelling. Oh nee, die had ik al. Zo. Er was namelijk iets geks met die nymfs, maar dat wordt uitgelegd in dit stukje. Dus eerst gaat het over echo, wat er aan de hand is met echo. En daarna gaan we weer terug naar wat er aan de hand is met Narcissus. Dus de nymf die geleerd heeft
nog om te zwijgen. Klets maar door, daarom heet ze ook een babbelziek. Tegenover iemand nog te zwijgen. Bij, zou ik kunnen zeggen, iemand die spreekt. Een zelfstandig gebruikt participium kun je heel vaak vertalen met iemand die, degene die. Bij iemand die spreekt nog zelf. Oh, die was ik ook nog vergeten, sorry. Ik had alleen naar het relatief gekeken. Eerder en zelf. Zo. Die spreekt nog zelf. Eerder. En dan kun je hier mooi vertalen met als eerste, want er is maar sprake van twee personen. Eentje die praat en eentje die luistert. Als eerste die spreekt nog zelf, om te zwijgen bij iemand die spreekt, nog zelf geleerd, nog geleerd heeft, denk ik aan. Het gaat over twee dingen die gebeuren. Nog zelf als eerste te spreken. Klinkt even ingewikkeld, maar het betekent, zij heeft geleerd nog te zwijgen, nog te spreken. Zij heeft geleerd, ze kan niet zwijgen als iemand aan het praten is, maar ze kan ook niet als eerste beginnen. Dat wordt hiermee bedoeld. Dan het volgende stukje. Corpus ad hoc ego non vox erat et tamen usem, garula non alium quam nunc habet oris habebat, reddere de multis ut verba novissima posset. Eigenlijk moet je dit ook nog heel mooi kunnen voorlezen. Hè? Corpus ad hoc ego non vox erat et tamen, non vox erat et tamen usum garula. Nee, ik kan het echt niet doorlezen van het vers. Ook nog eens keer scanderen en rekening houden met dat het een mooi verhaal is, dat lukt me niet. Ik doe het maar regeltje voor regeltje. Corpus ad hoc ego non vox erat et tamen usum garula non alium quam nunc habet oris habebat reddere de multis ut verba novissima posset. Nou, een aantal zinnen. Corpus ad hoc ego. Daar non vox. Corpus ad hoc non vox erat. Een opsomming van ons normatieve zin, maar je kunt het zo verbinden. Et tam usum, daar staat geen leesteken, dus je moet doorlezen. Ellipse, een jambement bedoel ik. Garula non alium, alium kwam, anders dan. Dus hier begint een apart zinnetje met die dan. Dat is een beetje een lastig stukje. En dan hoort deze oris, ook al staat er geen komma, die hoort bij die et usum, et tam usum. Dat is even lastig, want er staat geen komma. Maar er staan wel twee werkwoorden, dus dan moet je een oplossing voor zien te vinden. En dan reddere de multis ut, die ut hoort aan de voorkant, dus dat is een bijzin. Hier heb ik een pv. Habet is een pv. En deze et tamen usum hoort bij de zin oris habebat. Zo. Corpus nominatus. Vox. Usum is een activus. En garula is een nominatus. Alium activus. Denk eraan, die hoort dus waarschijnlijk bij de usum. Quam is een relatieve. Oris is een genitivus. Demultis is een ablativus. Verba novissima is het activus. Lichaam. Echo. Stem. Zij was. Ad hoc. Nog steeds. Zij was. Het is het mooiste. Echo kun je bijna. Echo. Was nog een lichaam. Niet een stem. Alleen maar een stem bedoelt hij. Gagula, babbelziek,
zij had, zij heeft een ander gebruik, een usum alium, van de stem en toch, kijk, ze was een lichaam, ze had gewoon een lichaam, ze was gewoon een mens, maar er is iets aan de hand met haar. En toch heeft zij, wabbelziek, mooi om het even predicatief te vertalen, een ander gebruik van de stem. Kwam een ander gebruik van de stem dan. Dan die eigenlijk. Dan die. Nee, dan. Dan. Habet, zij heeft. Oké, sorry, hier stond zij had. Ik had naar het verkeerde werkwoord gekeken, toch? Had zij een ander dan ze. Dan zij heeft Noenk. Dus dan krijg je een ander gebruik van de stem dan zij nu heeft. Dan die zij nu heeft, beter gezegd. Dan die. Die zij, dan die zij nu heeft. Nu is het een echo in de bergen, hè? Denk eraan. Oet is namelijk dat hier. Oet kan heel vaak gewoon dat zijn. En hier is het heel specifiek om als uitleg te geven. Posset, zij kon. Reddere, weergeven. Teruggeven eigenlijk. De laatste woorden van velen. Dat is het enige wat ze kan op dit moment. Ze heeft wel een lichaam, maar ze heeft wel een andere gebruik van de stem. Namelijk dat zij de laatste woorden van veel woorden, is de bedoeling, van velen, kon weergeven. Dus ze gedraagt zich al een beetje als een echo, ook al is ze nog een nimf. Nou, dat was het. Hoe het verder gaat met dit droevige verhaaltje, dat komt de volgende keer wel. Tot dan!